Hallo, ik ben Lucas en ik wil vandaag iets spannends met jullie doen, want ik wil met jullie een rekenles doen. Wat heb je nodig? Een boek speelkaarten en je hebt enkel de kaarten 2 tot en met 9 nodig. Dus al de rest mag je eruit halen, dus de 1 moet eruit, de 10 moet eruit, de 10, de boer, de dam, de heer, de jokers. En vanaf dat je klaar bent, dan kan je verder kijken. Je ziet, aan deze kant heb ik heel veel lege ruimte. Dat is omdat ik mijn speelkaarten kan laten zien. Handig, hè? Dus je ziet een 8. De eerste oefening is dat je gewoon het getal zegt. Ik zie 8 en ik zeg 8. 6. 7. 4. 5. Je doet dat op je eigen tempo. En je mag dat alleen doen of met iemand die in de buurt is. Je broer, je zus, mama of papa. Dit is iets om samen te doen. Heb je dat gedaan voor een halve minuut, dan gaan we naar de volgende oefening. Ja? Nu zie je de kaart, maar je zegt eentje meer. 9 is dan 10. 5. 6. 3. 7. Dat doe je weer een halve minuut. Ben je klaar? Dan zeg je er eentje minder. Dus 6 wordt 5. 1, 3, 7, 2, weer op je eigen tempo. Zit je in het tweede, dan is dit geen 3, maar 30. Dus als je dan eentje minder moet zeggen, dan zeg je 20. Dan gaan we 1 tiental naar beneden. Zit je in het derde? 300. 1 stap naar beneden is dan 200. Goed, dus ieder werkt op zijn eigen niveau. Nu zijn we opgewarmd. Wat doen we dan? Degene van het tweede leerjaar leggen 2 kaarten naast elkaar. Ja. En we gaan het getal lezen. En we kloppen dat met onze handen. 76. Ja? Ben je klaar? Leg je 2 nieuwe kaarten. 83. Zit je in het derde, dan gaan we daar gewoon nog een kaart bij leggen. En we kloppen weer. 883. Zit je in het vierde, vijfde of zesde, en eigenlijk kan je dit ook al in het tweede, dan leg je 4 kaarten naast elkaar. En wat we gaan doen? We leggen een komma hiertussen. Ik heb nu mijn potlood gepakt, maar je kan daar ook een komma zetten. En we gaan weer de getallen lezen. Doe mee. 48 euro, 83 cent. Nog eens. 48 euro, 83 cent. En zo kunnen we oneindig veel getallen lezen. En kunnen we daar dus op oefenen. Goed. We hebben getallen gelezen. We hebben al eentje meer en eentje minder gedaan. Nu gaan we nog een aantal andere oefeningen. Goed. We doen terug alles weg. En we pakken 2 kaarten. Heel simpel. Hoeveel is het samen? 8. 14. 6. Als je de brug nog niet zo goed kan, haal dan alle kaarten van 5 of hoger eruit. En je hebt geen brug. Of je zegt, weet ik niet. En dan ga je het zelf narekenen met je rekenmachine. 9. 14. Zit je in het tweede, dan is het 90 plus 50. Dan is het 140 samen. Zit je in het derde, dan is het 900 plus 500. Dan is het 1400 samen. Dus nu hebben we ook al een beetje hoofdrekening gedaan. Laten we nu nog het laatste doen en dat is tafels. Je legt 2 kaarten bij elkaar. Oei, het is even niet scherp. Ah, voilà. En we gaan die maal elkaar doen. 20. 12. Stel nu, je hebt de tafel van 9 nog niet gezien. Hè? En we willen vooral oefenen op de tafel van 4. Dan leg ik links mijn 4. En ik kies enkel tafels van 4. 4 maal 5, 20. 16. 8. Je moet enkel het antwoord zeggen. Want eigenlijk door altijd te zeggen 4 maal 3 maal daar leer je niet zoveel uit. Het is vooral snel het antwoord weten. Goed?
Normaal gezien kunnen jullie hier elke dag 5 minuten mee rekenen. En morgen toon ik jullie nog wat andere oefeningen. Tot morgen!